kijkers, van harte welkom bij De Notaris. Wie tot voor kort een familiebedrijf erfde, kon genieten van een vrijstelling van erfenisrechten. Maar sinds 1 januari 2012 zijn de spelregels veranderd. Notaris Erik Spruit, u weet er alles over uiteraard. Ja, wat is er precies veranderd? Wel, tot voor 1 januari 2012 gold een vrijstelling voor het vererven van het familiebedrijf, 0%. En het schenken ervan kostte 2%. Nu zijn de spelregels omgekeerd. Het schenken is 0% geworden en het erven ervan 3 of 7%. Ja, vanwaar die omkeer? De bedoeling van de wetgever is dat zij de bedrijfsleiders in Vlaanderen er wil toe aanzetten om eigenlijk hun successie voor te bereiden. En dus bij leven al weg te schenken, veel eer dan het familiebedrijf in de erfenis na te laten. Een stuk zorgen voor de continuïteit van het bedrijf. Iemand die bij leven geeft, kan ook de opvolger al wat bijstaan met zijn know-how, met zijn ervaring. Dat is eigenlijk... werkgelegenheid garanderen wellicht. Nu, u sprak van 2 tarieven, 3 of 7. Ja, wanneer geldt welk tarief? En kunnen die tarieven trouwens ook toenemen, stijgen, naar gelang de waarde van het bedrijf of zo? De 3% geldt voor het erven door kinderen, echtgenoten of samenwoners. De 7% geldt in alle andere gevallen. En de 2 tarieven zijn vlakke tarieven. Dus dat wil zeggen ongeacht de waarde van het bedrijf. Er zijn wel een aantal voorwaarden, veronderstel ik. Ja, er komen eigenlijk 2 soorten ondernemingen voor in aanmerking. Enerzijds wat men noemt de familiale onderneming. Dat is de gewone handelszaak. De bakker om de hoek, zeg maar, die niet in een vennootschap zit. Ten tweede de familiale vennootschappen. Dat zijn dan BVBA's, NV's. Voor zover die een echte exploitatieactiviteit hebben, echte operationele vennootschappen zijn, nijver, handel, ambacht, vrij beroep. En voor zover ze hun zetel in de EER hebben, dat is de EU uitgebreid met nog een 3-tal andere landen. Mm-hmm. Je hebt ook patrimoniumvennootschappen of en managementvennootschappen. Komen die in aanmerking? Wel, de patrimoniumvennootschappen, daar heeft de wetgever van gewild dat ze niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Dat blijkt ook duidelijk uit het decreet. Managementvennootschappen zijn ook niet gewild door de wetgever, maar dat blijkt niet met zoveel woorden uit het decreet. Nu, er gelden wellicht ook een heleboel formaliteiten. Hè? Men moet vooral een attest op voorhand aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. En in dat attest gaat dan blijken of u aan de voorwaarden voldoet of niet. Dankjewel voor je uitleg. Zo, dat was het voor deze uitzending. Heeft u zelf nog notariële vragen, dan kan u die steeds mailen naar suggesties@notaris.be. Bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer.